Nog 2 dagen te gaan en we hebben nog heel veel te bezoeken. Dus eerst naar de cascade. 20 kilometer verder vinden we een modderpoel die doorgaat voor parkeerplaats. We oriënteren ons op het informatiebord en wagen de wandeling naar de waterval. Het is een prachtige wandeling en door de vele regen van de laatste dagen is er volop water aanwezig. Regelmatig word je verrast door de ruige natuur en de mooie vergezichten. Over soms moeilijk begaanbare paden komen we steeds dichter bij de waterval. Onze inspanning wordt beloond met een mooie wilde waterpartij en van de daar aanwezige flora. Door het vele water begint het fris te worden, dus gaan we terug naar de parking. Ging het heen nog omlaag, nu moeten we omhoog. Maar na deze hindernis wordt het gelukkig vlakker. En ondanks dezelfde weg terug is deze toch weer anders.